over, hier zijn helemaal geen rendieren. Schaam je. Maar ik doe helemaal niks. De kerstman heeft rendieren, ik niet. Maar jij wil wel een kerstfeest organiseren. Wat moet ik dan? Het kerstfeest is over 2 dagen. Je moet je ogen uit je kop schamen. Stop het kerstfeest. Oh, stress, stress, stress. Zoek het zelf maar uit. Ik moet het kerstfeest organiseren. Collega's, hebben jullie even? Hebben we even! Zie je niet dat ik bezig ben met kerstfeest? Oh, daar ben ik zeer tevreden over. Nou, wij niet! Nou, ik proef koffie. Ik proef dat jullie stress hebben. Man, ik ben allemaal aangekwijt door die stress. Nou, ik heb iets voor jullie geregeld. Oh, daar gaan we weer. Ik presenteer voor jullie de Anti-Stress Club! Oh nee, ja. Ook dit nog. Oké, dames. Nou, veel succes, hè. Doe je best, hè. Ik ga bij de muziek kijken. Doei. Hier heb ik toch helemaal geen tijd voor. Nou, als je geen tijd hebt, dan moet je tijd maken. Wat is dit nou weer? Wij komen jullie rust brengen. Ik moet nog 30 knutselwerkjes maken. Ik moet nog knippen, ik moet nog plakken, ik moet nog vouwen, ik moet nog alles doen. Oké. En ik ben kaal, moet je kijken. Ik moet de hele klas nog versieren en de boom is kaal, want alle ballen zijn op. En ik ben ook kaal. Ja, nu weten we al dat je kaal bent. Ik voel negatieve energie. Wat is dat nou? Dat slaat toch nergens op? En denk je echt dat wij er relaxed van worden? Ik voel een negatieve vibe. Deze leraren zijn niet meer te redden. Ja, ja doei, toedeledokie. Oh, die weten echt niet wat kerststress is. Oh, boah, die zijn van Sinterklaas. Dus jij wil in mijn kerstkoor? Niemand hier in deze school komt zomaar in mijn kerstkoor. Maar wat moet ik dan doen? Zingen, alsof je leven ervan afhangt. Oké. Doe mij maar na. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Stop! Do! Is het klaar? Nou, ik kan eigenlijk ook wel een ander nummer doen, Jingle Bell of zo. Nou, ik weet niet of ik jou nog wel wil horen. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the way. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. All I want for Christmas is you! Nou, en ik wil jou niet in mijn koor. Top, dit wordt echt geweldig. Oh, dit wordt echt het beste kerstfeest ooit. Hallo dames, lukt het een beetje met kleuren? Nee, Maria, ruzie! Dames, doe rustig! Kunnen jullie een beetje rustig aandoen met de potloden, want ons budget is niet zo groot meer. Ik heb nog geen potlood aangeraakt. Jij ook niet! Maar, wat is dat dan? Wat is er met de potloden gebeurd? Zo, klaar. Mooi hè? Wow! Heb je daar alle potloden voor gebruikt? Oh, ons geld, ons budget. Oh. Maar dit potlood is nog over. Maar dat is een wit potlood. Dat gebruikt nooit iemand. Lieve kerstmam. Ik ben een heel groot fan van u. Hé hey kleuter, wat ben jij aan het doen? Ben je nou een brief aan het schrijven? Voor je vriendinnetje of wat? Nee, dit is een brief voor de kerstman. voor de kerstman! Wat staat er in die brief? Even kijken. Wat staat er allemaal in, man? Ja. Oh. Ja, kom mee! Dan moet ik weer een nieuwe brief schrijven.
Hey mensen! Welkom bij een nieuwe kerstvlog. We staan hier bij de prullenbakken. Leuk hè? Ik hoop wel dat onze video een beetje vaak bekeken wordt. Nou, tot nu toe lukt het nog niet echt hè? Weet je wat cool zou zijn? Als een echte bekende YouTuber onze video zou kijken. Belofte dat het kerstfeest leuk wordt. Ja, leuke belofte. Ik kan het niet zoveel stress aan dat stomme rockfeest. En zoek maar een andere directeur. Ik kan het niet. En dan loopt het zo. En ik kan het niet. Zang op de gang. Hé, hey, dat ruimt. Wat leuk. Moet ik opschrijven. Hallo? Hé, hey, hallo. Ik zit hier, hè. Oh. Wat is zo mooi. Wil je koffie? Ja, lekker. Cappuccino? Ja, lekker. Het is bijna klaar, hoor. Maar wie ben jij eigenlijk? Nou, ik ben jouw reddende engel. Wat zeg je? Mijn reddende engel? Ja, het kerstfeest moet toch gered worden? Ja, maar kun jij dat dan? Nou, ik kan je best wel een handje helpen. Ja. Heb je misschien geld? Want ons budget is op. Geld? Geld? Kerstmis draait toch niet om geld? Maar zonder geld kan ik toch niet het kerstfeest organiseren? Weet je wat? Ik kom wel terug als je wat geleerd hebt. Huh? Waar is ze nou? Oh, maar wat moet ik dan leren? Dit gaat echt in de soep lopen. Hé, hey, jongens, ik ken nog een goed griezelverhaal. Ah, toch niet weer zo'n eng verhaal, hè? Ja, kom maar eens dichterbij. Dit is het verhaal, jongens, van de kerstopa. De kerstopa? Hier in Roermond woont een enge oude meneer die kinderen meeneemt als ze stout zijn. En het schijnt dat die oude meneer al jaren dood is. Hoe ziet hij eruit dan? Hij heeft het hoofd van een skelet. Heel af en toe staat hij uit het niets achter je. En het is echt super eng, want hij kan ieder moment komen. Oké. Jongens. Mag ik wat vragen? Wat heb ik gedaan? Ik wou ze alleen maar vragen wat ze met de kerst gingen doen. Ik wil dit jaar eens geen eenzame kerst. Ik ben altijd zo alleen. Wat is dat voor een mooi gezang? Goedemorgen. Wat zie je er mooi uit vandaag? Ja, dag hoor. Goedemorgen. Welkom bij de Haatclub. Wat gaan we vandaag haten? Weet je waar ik echt een hekel aan heb? Kerst. Wow. Ik ook. Alleen maar die blije mensen. En die kerstmuziek dan vreselijk. En wat denk je van de kerstversieringen? En al dat kersteten. Ja, om te kotsen. Zullen we anders een bericht plaatsen op onze haat Facebookpagina? Goed idee dat nog meer mensen kerst gaan haten. Ik haat kerst. Zet er dan ook even bij dat er een heel stom kerstfeest op deze school komt.
Hashtag ik haat kerst. Klaar. Zijn we nu klaar met de haatclub van vandaag? Lijkt me een goed idee. Kom, we gaan terug naar de klas. Wow, ik heb al 10 likes en 5 reacties. Wow, kijk dan recht! Hé, we moeten een kerstfeest gaan verpesten. Dat is wel een kusje voor ons. Laten we gaan. Hey jongens en meisjes, we hebben een haatclub hier op school. Ik weet niet wat het is, maar we gaan er zo naar kijken. Hey mensen, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn nu in de schooltuin en ik zie een paar kinderen vergaderen. Ja! Duimpjes omhoog! Doei! En wie heeft dit gekocht? Dat was ik. Dit spul is niet te vreten! Maar het is toch vreten op aard? Het is vreten op aard! Noemen jullie dit vreten op aard? Jullie maken alleen maar ruzie! Vind je het gek met zo weinig geld? Ja, we hadden maar 5 euro! Ja, maar ons budget is echt heel laag! Wat hebben jullie eigenlijk gekocht? Ik heb hete saus gekocht! Ik heb spekjes gekocht, kijk maar! Godverdamme knabbel spek en hete saus! Ik heb dit gekocht, we moesten op de kleins letten. En ik heb alles minder. En ik heb jus. Hebben jullie ook vlees? Nee, maar we hebben wel lupineboontjes. Wat? Lupinebonen? Wat moeten we hier nou mee? En waar komt dat geluid vandaan? Is hier een kind verstopt of zo? Nee, Bertel, dat was de babyspinazie. Babyspinazie? Oh, nee. Sorry. We zijn er nu bij de kleuters. En ze hebben hier nog de Sinterklaasversiering aan. Oh, hey, dit is voor jullie interview. Nee, nou even niet. Ik moet nog van alles doen. Oké. Oh, dat waren nog eens tijden dat de artiesten wel konden zingen. Oh, Elvis, die komt pas zingen. Ja, kom binnen. Hallo. Wat kom jij nou weer doen? Ik wil zo graag in het kerstkoor. Mag ik nog 1 keer auditie doen? Nee! Jij komt niet in het kerstkoor. Punt. Maar ik wil zo graag. Wat maakt het nou uit of ik goed kan zingen? Nou, dat maakt mij wel uit. Ja, maar het gaat er toch om dat we plezier hebben? Nou, vooruit. Je krijgt nog 1 kans om plezier te hebben. Oké, hè? Oh, nee, niet zingen. Eerst mijn oorbeschermers. Oh, moet dit echt? Weet je wat? Ik doe wel mijn ogen dicht. Dat doen ze bij de Voice Kids ook altijd. Singing all together. Wauw, ik moet vaker met mijn ogen dicht luisteren. Dit is prachtig. Singing all together. Every girl and boy. Dat was prachtig. Ja, nou, dank je. Nog steeds niet de Sinterklaaspullen opgeruimd. Het is bijna kerst. Oh, echt waar. Zo dames, jullie zijn het decoratieteam. Is dit alles? Ja, dit was alles. Meer budget hadden we niet. Maar dit is inpakpapier. Je kunt er niet mee versieren. En wat moeten we met 6 gouden ballen? Ja, weet ik veel. Jullie zijn het decoratieteam. Zoek het lekker zelf uit. Doe niet zo gestrest. Ik doe niet gestrest. Jullie doen gestrest. Oké, let's go girls. Oh, ik heb plakband nodig, plakband nodig! Yeah! Nou, ik denk dat we bijna klaar zijn. Het papier is bijna op. Jongens, de kandidaat! Wegwezen! Het is gelukt! Het plan is gelukt! Ah, 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 ah. En
En, is het een beetje gelukt, dames? Ja, het is echt heel tof geworden. Enorm tof. Maar ik ben benieuwd. Wat is hier gebeurd? Misschien heb je ook wel gelijk. Kijk, jij wilt toch een leuk kerstfeest? Ja, maar daar is geld voor nodig. Nou, stop eens een keertje met die geldpraat. Het gaat toch niet om geld? Ja, maar ik... Ja, maar ik... Ja, maar ik wil... Waar draait kerst nu eigenlijk om? Ja, gezelligheid. Samen zijn. Lekker eten. Ja, gezelligheid en samen zijn, daar draait het om. En eten. Nee, het draait niet om eten. Het draait om de positiviteit. Maar hoe kan ik dat doen als iedereen zo gestrest is? Begin nou eens bij jezelf, dat je zelf niet zo gestrest doet. Nee, niet meer gestrest zijn. Ah, oh, dat lukt wel. Wat nu weer? Maar we gaan gewoon even naar buiten. Naar buiten? Nou, ik wil even met jullie praten. Praten? Er valt niks te praten. Ik snap dat jullie de rendieren willen helpen. Ja, dus blijf met de poten van de rendieren af. Voor de tweede keer! Hier zijn geen rendieren. Voor de tweede keer. Hier zijn geen rendieren. Wat doen jullie dan met het kerstfeest? Gewoon een vredig, rustig kerstfeest met de kinderen van deze school. Oh. Weet je wat? Zullen we morgen gewoon een superleuk kerstfeest houden? Afgesproken? Oké, tot morgen! Goed zo! Yay! Goed bezig allemaal! Nou, dat ziet er goed uit hoor! Ik zal je niet stoelen, want we hebben kerstkoekjes gehad, zeker. Hé, hey, moet je kijken hoe vaak dat deze video is bekeken? En kijk die videoreactie. Hé, hey, ja, ik zag net die leuke video, die videoboodschap voorbij komen. En ook met de vraag of die video wilde gaan kijken. Nou, dat ga ik zeker doen. Ik ga er ook even op reageren, dus top. En jullie zijn goed bezig. Nou, poging 2. Een brief naar de kerstman. Ik ben dit jaar. Och, daar heb je de kleuter weer. Ben je weer een briefje aan het schrijven? Voor de kerstman of wat? Die bestaat helemaal niet. Jongens, niet weer. En het bestaat wel. De kerstman bestaat helemaal niet. Hey, even terug. Pak het dan, als je kan. Je kan er nooit bij. Hey, laat hem met rust. Anders krijg je met ons te maken. Oh, en nu moeten we zeker bang zijn. Waarom pesten jullie me eigenlijk? Omdat het de kleuter is! Die in de kerstman gelooft! Maar de kerstman bestaat wel! Maar de reddende engel bestaat wel! Hè? Wat? Waar komt zij vandaan? Ho, ho, ho! Hé, de kerstman! Huh? De kerstman? Maar dat kan helemaal niet! Die bestaat toch niet? Wat? De kerstman. Huh? Was dat echt? Ho, ho, ho! We zijn hier voor een missie! Een missie! Ho, ho, ho! Wat moet je daar? Jullie proberen het kerstfeest te verpesten! Kijk dan!
kerstman moeten zijn. Als de kerstman boos is, ga ik meemaken. Kerstman, superkrachten. Wat doet de kerstman nu? Voor jou is het meneer Kerstman! Help Kerstman! Help Kerstman! Help Kerstman! Oh, dat moet verder. Jongens, ik heb een nieuwe vette bril. Wow, die bril is echt vet cool, man. Swag. Ik heb echt veel zin in het kerstfeest. Ja, ik ook, man. Jongens. Ik heb ook wel zin in het kerstfeest. Waarom doen die kinderen zo vreemd? Ik wil alleen maar aan een kerstfeest. Meneer, wat is er aan de hand? Ik had het, opa. Wacht, jullie zijn niet bang voor mij? Ik ben toch niet bang voor een opa? Doe niet zo raar. Maar iedereen rent voor me weg. Dat is raar, u bent helemaal niet eng. Wil je anders mee met ons kerstfeest? Ja, dat is leuk. Dit is nou de echte kerstgedachte. Oké, opa. Kom maar mee. Kerstfeest. Ja, loop maar door. Het gaat allemaal wel goed. Zijn we klaar? 3, 2, 1. Singing all together. Singing just for joy. Singing all together. Hoe kom je aan die kleren? Met magie. Doei! Doei.